Meerdere wegen die naar Rome leiden, in de zin dat je het op een ouderwetse manier kan aanpakken, zoals we misschien 50, 60 jaar geleden deden met veel vibrato en grote bezetting. Je kan het op een moderne manier doen met een hele kleine bezetting, een hele transparante bezetting. Alles heeft zijn voor- en nadelen, denk ik. Uiteindelijk wat het belangrijkste voor mij altijd blijft, is toch de overtuiging waarmee een uitvoering wordt gebracht. En de bezieling waarmee de mensen de muziek ten uitvoer brengen, zeg maar. Wat de rol van de cello is in de passiemuziek is een hele, hele centrale rol. Omdat je uitmaakt van de basso continuo natuurlijk, samen met het orgel of het clavicymbal. En je hebt de rol, je speelt voortdurend eigenlijk ook als de andere strijkers een gedeelte rust hebben bij een aria, speelt de basso continuo altijd door. Dus een zeer prominente rol, een belangrijke rol en een prachtige rol zou ik zeggen. Ja.